Ik ga nu facetimen met deze profvoetballers. Quincy Promes, El Ghazi, El Giro, Elia, Filena, Nouri, Ziyech, El Amadi, Rutjes, Haps en ga zo maar door. Ik ga deze profs een aantal vragen stellen. Voor degene die nu zitten te kijken, jij kan ook meedoen. Laat je antwoorden achter hier beneden in de comments. Aight? De eerste vraag, boys. Aan wie ga jij de eerste verse zieke, gruwelijke panna geven in 2017? Eerste panna. Geef ik aan de eerste beste verdediger die druk gaat doen tijdens de voorbereiding. Erin. De eerste panna van het jaar ga ik uitdelen aan Moritz Leitner. Ja. De eerste panna ga ik geven aan Dennis Bergkamp in 2017. Gewoon aan de legend Dennis Bergkamp. Jij hebt lef. Hoe dan? Ik speel vaak met hem een spelletje op de training dat we elkaar gewoon undercover panna's gaan geven. Goed begin gelijk van het nieuwe jaar. Eerste panna, Dennis Bergkamp, let maar op. De panna. Wie is dit nou weer? Eerste panna uitgegeven in 2017. Eerste panna uitgegeven. Goed genederlandst, Mattie. Het boeit me helemaal niks. Ja, dat moet wel Soufiantje zijn. Als ik in 2017 geen enkele panna uitdeel, vind ik het ook prima als de eerste maar een Soufiantje is. Souf, doe dan. Ik denk aan de fysio van Feyenoord. Melvin Fleur. Dus pas op. Ga ik wel naar Elia, omdat hij me de ene laatste wedstrijd op panna had gegeven. En daar had ik veel bericht over gehad. Waar mensen me een beetje verschut wilden zetten. Dus ik ga alles wel doen om in 2017 een panna terug te geven. El Giro, en jij? Ik hoop dat het Tony is. Tony. Tony Filena hier. De eerste panna in 2017 ga ik uitdelen aan Bilal Basasikoglu. De eerste panna die ik ga uitdelen in 2017 is denk ik aan Jonah Fraser of Jiggy J. Ik ben laatst was ze uitgenodigd om met ze te zaalvoetballen. Toen liet ik ze al zien dat de boy tweebenig was. Maar ik heb ze nog geen panna gegeven. Dus dat wordt de uitdaging. Nafsa Barzit. Ja, op de training denk ik dat ik hem te pakken ga krijgen. Ik hoop Bilal Bakayoko. De eerste panna van 2017 ga ik uitdelen aan Arbe Senelli op trainingskamp. Eerste panna 2017. Ik denk dat ik bij mijn broer ga beginnen, man. Want hij heeft me in mijn jeugdjaar heeft hij me veel gegeven, dus hij heeft nog wat te goed van mij. Eerste panna ga ik aan Jacinho Antonio uitdelen. Mijn eerste panna in 2017 ga ik uitdelen aan. Ik moet je eerlijk zeggen, deze tijden zijn wel snel. Die is al uitgedeeld op de training, man. Axel Ngandu. Is een mattie van me. Weet je toch? Dus hij moest eraan geloven, man. 2017. Ik zie je. Ja, man. Wie gaat mijn eerste panna krijgen in 2017? Ik heb al een target. What up, Rutjes? De eerste panna ga ik uitdelen. Trouwens, is al uitgedeeld aan mijn zoontje. Want hij liet namelijk zijn knuffel vallen. En toen deed ik even snel een binnen-buiten. Zo door zijn benen. Dus die is al gegeven. Hakim, wie is die target dan? Anwar El Ghazi. Gaat hem krijgen van mij. En hoe? Ik hoop voor jullie dat het op camera wordt gezet. Zo niet, jammer. Maar hij gaat hem krijgen. Ik ben niet zo van de panna's, moet ik zeggen. Maar de eerste wedstrijd is Go Ahead Eagles. Ja, dan, als ik hem dan toch mag geven, geef ik hem aan Sander Fischer. Mijn eerste panna van het jaar die ga ik geven aan Jermaine Defoe. Omdat hij altijd leuk doet op het veld. Tijdens de trainingen, juist. Youssef, eerste panna van 2017. Sorry man, NS. Maar ik denk NS Ashabar, man. Eerste training gewoon kuts, snel. Hey. Olle, ik denk dat jij antwoord al weet van die vraag. Sofiane Tussani, jij weet wat met jou vorige keer gedaan. Ik jou weer panna geef, Olle. Jij misschien vergeten? Maar ik niet vergeten, Olem. Jij bent de eerste die panna van mij gaat krijgen, Sufjan Tussani. Doe dan. Oké, maar wie kwam in 2016 met de meest slechtste outfit? Gewoon zo eentje waarvan je denkt, nou man, deze kan echt niet. Had je echt niks anders in je kast hangen? Sang, slechtste oudje, deze van jou. Kijk, ja, niet persoonlijk, maar hij kwam wel een keer in een soort pyjama outfit of zo. En dat is Morten Thorsby. Sorry bro. De prijs voor slechtste outfit gaat naar Eddie Onazi. Als ik weer aan denk, moet ik gelijk weer lachen. Ik heb eigenlijk zelf de slechtste outfit. Elke speler die ik zie heeft sowieso een beter outfit dan ik. Dus ik ben niet degene daar om iets over te zeggen. Oh nee? Alhoewel, ik had een keer een blouseje aan in een pak. En toen ging Soufiantje mij uitlachen. Dat was denk ik de slechtste outfit van het jaar. Ik hoop dat hij nog kan vinden. In beeld, nu. Ja, dit was echt heel slecht. Tetris. Slechtste outfit.
ik wil mannen niet schadigen, man. Ik denk dat ik dat niet ga zeggen, ik wil mannen niet schadigen, man. Kijk, ik ben geen hater, dus ik wil daar geen uitspraak over doen. Maar ik vind wel dat sommige spelers wel een beetje meer stijl kunnen hebben. Je weet toch? Jullie hebben allemaal een goed zakcentje, lekkere salaris. Een beetje goed shoppen. En het hoeft niet duur. Sarah, je weet toch? Betaalbaar, man. Kan je er ook goed uitzien. Tip. Mika Nelom. Nelom zijn swag is zo dood. Dat wil je gewoon niet. Als je dat ziet, je gaat gewoon huilen. Bless die jongen, 2017, bless die jongen, man. Het is een hele lieve jongen en alles, maar toch ga ik voor Gustafsson. Slechte outfit. Ja, Sofiane Amrabat, 100%. 100% dat Sofiane een slechte outfit had. Nou ja, goed. Dat was ik zelf waarschijnlijk. Als je met dit kapsel rondloopt, dan. Ik hou van deze man. Altijd zelfspot. Wout. Wie vind jij? Slechtste outfit, ja. Die was... Fout weggost. Die was voor Ilias Bellassani. Het is niet mijn ding. Het is heel veel skinny en zo waar ik niet echt fan van ben. Deze kill, jongen. En af en toe pak ik hem ook als ik iets niet leuk vind. En af en toe heeft hij ook wel leuke dingen aan. Maar als ik toch eerlijk moet zijn, vind ik dat persoonlijk de slechtste outfitjes van de speler uit de Eredivisie. Onlangs hadden we een kerstbrunch op de club. Ja, goed. En dan toch wel gediend om er een beetje netjes uit te zien. En hij dacht in een trainingspak te kunnen komen. En dat is ook nog eens echt een slecht trainingspak, dus die geef ik wel aan hem. Van de slechtste outfit in 2016 gaan we naar de beste spelers van 2016. We beginnen bij de keeper. Courtois. Neuer. 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 Manuel Neuer. Neuer. Manuel Neuer. 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 Neuer of Neuer? Neuer. Oké. Beste verdediger? Alaba. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Beste middenvelder? Pogba. Kante. Iniesta. Andres. Iniesta. Iniesta. Özil. Özil. Luka Modric. Rakitic. Beste aanvaller was? Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Messi. Ronaldo. Emin, Ronaldo of Messi? Ronaldo. Mijn zoontje zegt Ronaldo. Su. 100%. Messi. Amin Younes. Van Ajax. Hele goede speler rollen. Turk. Mehmet abi, jij misschien een klein beetje eier aan drinken? Beetje te veel abi? Younes geen Turk abi? Kijk, ik ga een beetje fast spelen. Mensen zeggen ook zomaar dat Ronaldo beter is dan Messi. Dus voor mij, ik ben gewoon Neymar fan. Dus ik wil ook niet in discussie gaan met niemand. Voor mij, ik spreek alleen voor mezelf, is Neymar de beste aanvaller. Ik ga ook niet in discussie met niemand. Dus na dit filmpje wil ik ook niet Quincy, maar nee, Neymar is de beste. Voor mij. Het is lang discussie Ronaldo-Messi. Maar wij weten toch allemaal dat Messi van een hele andere planeet komt. Ondanks Ronaldo is... Maar ik ben Messi-fan. Ik heb geen commentaar op Ronaldo, want die man maakt gekke goals. Doet gekke dingen. Maar ik ben een Messi-mannetje, snap je? Schieten. Tony, jij hebt wel de meest aparte kapsel. Ga je deze zo houden of veranderen in 2017? Ja, mijn kapsel in 2017 blijft gewoon hetzelfde. Je ziet het. En gewoon die losse krulletjes of zo, dikke afro. Mijn kapsel in 2017. Je ziet het, ik heb nu een beetje afro. Blijft gewoon net hetzelfde, mijn krulletjes als ik gel erin zet. En een beetje sponsen. Ik denk niet dat er veel gaat veranderen aan mijn kapsel. Ik heb het al jaren zo. Het is ook niet dat ik er veel meer mee kan. Ze noemen me niet voor niks futloos. Ja toch, je ziet hem hè. Dit is hem. Lekker kaal. Kale kop en niet te stoppen. Dat zeggen ze bij Utrecht, dus ik ben er maar mee ingegaan. Mijn kapsel in 2017 wordt gewoon hetzelfde. Gewoon een beetje van die dingen die nooit goed hangen en zitten. En misschien doe ik dit wel. Staat je goed? Ik had dezelfde kapsel. Ik ben geen 30 te worden, dus een beetje oud. Dus ik kan geen troep meer doen in mijn haren en zo. Je weet toch? Ja, hij kan niet veel kanten op, dus ik denk dat hij gewoon hetzelfde blijft. Lekker kaal. Met een barba. Ik heb veel gekke kapsels gehad in 2016, maar in 2017 ga ik geen gekke dingen meer doen. Geen gekke figuren, geen eentje hier, alleen voor die kleine swag gewoon. Oh, als ik nu mijn kapsel laat zien onder deze pet, is chaos. Broertje, laat zien. Is chaos, Mattie. Ik weet niet, man. Ik wil een keertje kaal doen. Niet helemaal kaal, niet overdrijven, maar gewoon een beetje kort. Maar ik wil ook weer lang haar, ik weet het niet, man. Weet ik. Bij mij is gewoon kijken wat van mijn moeder mag. 2017 is het over het algemeen gewoon de krullen. Ja, wat moet ik zeggen? Ze zijn uniek, je weet toch? Dus die hou ik gewoon. Maar het kan best zijn dat ik dit jaar voor het eerst ook af en toe een knotje ga doen.
Niet een hele knot, gewoon, maar gewoon een klein een knotje met een krullen erachter. Om eerlijk te zijn, blijft hij precies zoals hij nu is, maar zijkant kaal, boven gewoon, ja, is niet veel haren, maar in ieder geval iets meer als de zijkant. En mijn baard laat ik een beetje staan. Dat wordt mijn kapsel in 2017, dus ik laat hem gewoon staan zoals die is. Olim, hoe jij ziet nu de kapsel? Lijkt een beetje op haren van Sufjan Tuzani. Olim, hij heeft van mij gestolen gemaakt. Waarom gestolen, Mehmet? Alleen maar omdat ik mokro ben? Hoi, hoi, hoi. Kijk, ik word ook een dagje ouder. Ik word overmorgen 25. Dus ik hou het gewoon lekker simpel deze tijd. Overloop, hè? Boven lekker borstellengte. Dan is het, doe ik al gek genoeg. Nee, ik laat mijn kapsel gewoon zo. Mijn koep in 2017 is, wordt hetzelfde als die in 2016. Voor deze man, die jaar al. Kapper, sissers en sneek, ja man. 2016 heb ik al veel veranderd door die vlechten van me te knippen. Ik ben er blij mee uiteindelijk, maar we houden het gewoon op die big boy overloop, man. We gaan niks veranderen. Ja, mijn kapsel is al 33 jaar hetzelfde, dus ik denk dat in 2017 deze mat gewoon blijft zoals die is. Nathan, laat nog één keer die mat zien. Wout, vakken met jou dan? Nou, ik ben nog wel een beetje van wisselende kapsels, dus ik denk dat nog wel een nieuwe koep komt. Ik denk dat hij binnenkort even wat korter gaat worden. Doe een shout-out naar één persoon in 2016. Iemand die dat echt verdient. Mijn shout-out van 2016 gaat naar Bradley. Een kleine jongen, een Sunderland fan. Die vecht niet voor zijn leven. Dus mijn shout-out gaat naar Bradley. Sterkte, boy. Ik wil mijn broer Ibrahim Afellay, man. Ja, man. Zware blessure. Zoveelste, maar toch weer die drie keer weer sterk terugkomen. Shout-out naar Ibi Afellay, man. De 2016 shout-out gaat naar mijn moeder, want mijn moeder is natuurlijk iemand die veel goed voor mij zorgt, alles voor me doet, alles voor me regelt. Ik hou heel veel van mijn moeder en dit is gewoon de meest belangrijke persoon in mijn leven en die verdient zij natuurlijk en ik kan niet zonder haar natuurlijk. Een shout-out naar niet één persoon, maar eigenlijk naar heel Rotterdam. Ik woon natuurlijk nu al een tijdje in Limburg. Dus voor alle mensen in Rotterdam, shout-out. De shout-out van 2016 gaat naar mijn vader. Die me gewoon altijd steunt. In moeilijke tijden, in goede tijden. Ook in tijden wanneer het goed gaat, houdt hij me met beide benen op de grond. Dus big SO naar hem, man. De 2016 shout-out gaat naar Romano Papola voor zijn geweldige massages. Doe me pijn, man. Van Malen. Doe al van Malen, hè. Mijn vader en mijn moeder, man. Gewoon lang, man. Shout out naar mijn moeder. Dan maak ik geen persoon, dan maak ik meerdere van. Dan geef ik hem aan mijn familie. Mijn ouders en mijn drie broers, die zijn er altijd voor. 2016 shout out. Ja, ik denk gewoon aan trainer Peter Bosman. Want hij heeft me. Ik ben gedebuteerd onder hem, dus 2016. Shout-out naar hem. Ja, toch wel naar mijn moeder. Belangrijkste persoon in mijn leven. En ze heeft me toch wel gemaakt wie ik nu ben. Dus daarom. Olé, de 2016 shout-out gaat naar Mehmet. Waarom? Mehmet op pad! Succesvol, olé. Serie op YouTube. Alleen Youssef, gierig. Hij wil niet ticket kopen voor Mehmet. Terug naar Ankara kijken wat daar is, olé. Had ik nee, olé. Geen budget hoor. Hij weet het nog niet, hem kanaal afpakken hoor. Mijn 2016 shout-out gaat naar mijn moeder. Die stond natuurlijk weer 365 dagen lang voor me klaar elke dag. En ja, wie verdient anders de shout-out van een heel jaar? Mijn moeder! Iedereen weet hoeveel een moeder voor iemand betekent. En ook mijn moeder is heel erg belangrijk in hetgene wat ik doe. En ze steunt me in alles en ze doet ook alles voor me. Dus alles gaat naar mijn moeder. Shout-out van 2016 gaat naar mijn kleine neefje die... dit jaar is geboren, Jonah Novel Sintjes. Shout-out naar 2016. Ik kan naar veel mensen gaan, man. Veel genomineerden. Hakim Ziyech sowieso, hij is een genomineerde. Een van de. Maar deze gaat naar mijn brada, Jerseli Cabral, a.k.a. Pi. Piano. Dat hij gewoon als soldaat is, staat altijd voor me klaar. En vandaar naar hem, man. Love. Mijn shout-out gaat naar Tony Verlena. Als je ziet hoe hij ermee is omgegaan. Hij heeft laten zien hoe mentaal, hoe sterk hij is. Vooral met voetbal wat hij liet zien. Na dat gebeurtenis. Vandaar die shout-out gaat zeker naar... Kijk, die man alleen maar, verdient alleen maar complimenten en respect. En dus voor mij gaat die SO naar Tony Verlena. De 2016
2016, shout-out gaat naar mijn moeder. Omdat, ze heeft een hele zware tijd meegemaakt en is heel sterk gebleven. En ze is heel belangrijk ook voor mij geweest. Dus deze shout-out gaat naar in 2016, man. Love.